We hebben wat Pygame voorbeeldcode gezien. Voor ons spel willen we een object-oriented design maken. Daarom willen we die code in een class stoppen. En dat doen we omdat we complexiteit willen verbergen. De termen als abstraction, information hiding, encapsulation kwamen daarbij op. En dat kan op deze manier. Ik heb hier een class MyGame aangemaakt. En we zien in de main functie kunnen we simpel een game aanmaken en zeggen run. En dat is alles wat we in de main functie nodig hebben. Hoe ziet dan die MyGame class eruit? MyGame class heeft een init, dus die functie wordt aangeroepen op het moment dat we deze de game object instantiëren. Wat gebeurt hier? Hier wordt de init-functie aangeroepen van Pygame. Dat is altijd nodig. Er wordt een drawing service aangemaakt van 800 bij 600. Een variabele running is handig. Die zetten we op true. En de step count op 0. En we kunnen hier straks ook de ship die de speler bestuurt toevoegen. Of de aliens die worden aangemaakt die de speler moet proberen te ontwijken. Dus deze MyGame wordt de class die we gaan uitbouwen die het hele spel bevat. Hier wordt game run aangeroepen en dat is de functie die hier gedefinieerd is. De run functie van MyGame gaat simpelweg de game starten door deze loop te starten. Dus er wordt een klok aangemaakt. We runnen net zolang totdat het spel niet meer running is. En in elke loop roepen we de functie step aan. Dus daar wordt elke keer een één tijdstap in het spel gezet. En we gebruiken hier die klok tick om weer de maximale framerate te zetten op 60. Wat doet de step-functie vervolgens? De step-functie handelt alle events, daarna alle keyboard-events, welke toetsen zijn ingedrukt. In elke stap wordt ook de game getekend en de step-count wordt verhoogd. Dus dat is wat de functie step doet. En deze drie onderstaande functies geven dan de details. Dus handle events, die checkt alle events. We letten hier alleen op wanneer het spel afsluit. Dus of wanneer op het kruisje in het window wordt geklikt. Dus zetten we de self-running variabele op false. We hebben hier ook een functie om alle keyword events uit te lezen. Dus we lezen met getPressed de ingedrukte keys uit. We checken nu even alleen of left is ingedrukt en we printen left. Hier zouden we natuurlijk het ruimteschip van de speler moeten aansturen, zodat hij naar links gaat. Dat volgt later. En als laatste de drawgame functie. Die zorgt dus voor al het tekenen. Dus wat we daarin doen, eerst wordt altijd het scherm zwart gemaakt. En vervolgens wordt het spel getekend. Een simpel voorbeeldje is even om de kleur wit aan te maken. We vragen de grootte van het scherm op. En we maken daar een Vector2 object van. Zo'n Vector2-object is eigenlijk hetzelfde als de coördinatenklas die we eerder gemaakt hebben, maar die nog veel meer handige functies bevat. We kunnen namelijk simpelweg zo'n coördinaat pakken en delen door 2 om in het midden van het scherm uit te komen. Dus we tekenen in het midden van het scherm een cirkel in de self.surface met kleurwit, met een radius van 20 en een dikte van 2. En aan het einde van de drawfunctie staat ook een flip die zorgt dat alles wat getekend is ook echt naar de service wordt gestuurd. Dus als we deze code nu gaan runnen, zien we dat dit het resultaat is met het ruimteschip in het midden van het scherm. Om de positie van het ruimteschip straks te kunnen bijhouden, is het ook goed om die Vector2-klasse te gebruiken. Dus een handige coördinaatklas. Laten we even kijken naar de documentatie daarvan. Dus die vinden we terug op de Pygame pagina onder het kopje math. En daar zien we hier dat de Pygame math Vector2 class is gedefinieerd. Dus die kunnen we gebruiken, we kunnen iets aanmaken. En we zien dat al deze functies werken. Dus je kan twee vectoren bij elkaar optellen, je kan vectoren van elkaar aftrekken, vermenigvuldigen met een getal. Andersom een getal vermenigvuldigen met zo'n vector. Je kan ook delen. Je hebt delen met floating point numbers, delen met integer numbers. De plus is en min is operaties werken ook allemaal. Dus zijn de meest gebruikte operaties.
Daarna heeft Vector 2 nog een enkele andere functies die u kunt gebruiken. Dot cross magnitudes. De belangrijkste is eventjes magnitudes. Die geeft de grootte van de vector weer. Oftewel doet een Pythagoras op de x- en y-coördinaat van de vector. Lengte doet hetzelfde. En hier staan nog meer andere functies, maar die zullen we in het begin niet nodig hebben. Maar dat is dus, die vector 2 is een handige coordinate class die we gaan gebruiken om posities te representeren.